2015 is alweer losgebarsten en dat betekent dat je ook musicalpersoonlijkheden kunt zien. Zo heb ik al Dorian Bindels gezien van Soldaat van Oranje, maar waar ik me nu op verheug is Revival, een act van Marijn Brouwers en Bill van Dijk onder andere. Zij zien kennelijk een onvervulde jongensdroom in vervulling gaan, want ze zitten nu in een boyband. Ik had nooit bedacht dat ik iets met een boyband wilde gaan doen, maar ik zat in december in de trein een beetje te fantaseren. En toen dacht ik, ik had allerlei diepe fantasieën over de vergankelijkheid en over dat alles altijd eventjes populair is en daarna weer een beetje ranzig wordt. Dus ik dacht, ik moet iets maken wat zogenaamd al eeuwen populair is en van alle generaties. En dan maak ik een boyband waarvan het oudste lid, als dat overlijdt, dat er dan steeds een jongste lid bij komt. En daardoor bestaan ze al sinds de Egyptenaren eigenlijk en blijven ze altijd hip en jong en voor alle doelgroepen. Epke de Vries, die is 104 jaar oud geworden en die is tijdens onze Amerikaanse tournee is die overleden. En we hebben dus een herdenkingsdienst voor hem. En tegelijkertijd is dat de introductie van ons weer vernieuwend jong talent en dat is dus Guus Mulder. Ik wil gewoon een fris factor zijn voor Revival, die gewoon ervoor zorgt dat Revival weer die extra punch krijgt. Die toch wel de afgelopen 10 jaar gemist heeft toen Epke wat ouder werd en toen Marijn iets ouder werd. Toen iedereen gewoon wat ouder werd en op een gegeven moment is er gewoon weer een frisse factor nodig en dat hoop ik gewoon te kunnen bewerkstelligen. Yeah. De oudste en de jongste zijn heel duidelijk. De jongste heeft nog heel veel carrière voor zich en de oudste die kijkt terug. En voor mij is 40, en dat merk ik ook wel privé, ook echt wel een punt dat je denkt, oké, hoe gaat het nu? Wat heb ik bereikt? Is het genoeg? Wat wil ik nog allemaal? Is het dan nog op tijd voor of te laat? Dus ik moet wel zeggen, ik vind die oudste en de jongste die zijn heel expliciet in hun rol. Maar ik probeer die levensvragen over is alles zo vergankelijk, dat is waarom ik als bijna 40-jarige dit heb bedacht, zeg maar. Ja. Ik vind het wel heel ontroerend dat ik gewoon mijzelf de hele tijd 20 jaar later kan zien. Aan de andere kant ook een beetje jammer, want het is geen verrassing meer natuurlijk. Vooruit. Ja? Dus ik kijk dus dan ook naar Peter. Nee, maar ik leef een beetje in het heden. En ik kan nog steeds mee. En de jonge mensen vinden het leuk om met me te werken. Ik vind het leuk om met jonge mensen te werken. Ja. En als ik oud word, dan wil ik best zoals Peter oud worden. Want hij is een jeugdige ouder. Wat ik zo leuk vind aan Bill, ik merk dat de natuur echt zijn werk doet. Dus Bill die zegt nu ook om ons heen, ik word toch wel al een beetje oud, ik ben al moe. Of ik moet wel voorzichtig zijn. Terwijl je voelt gewoon dat de jaren je ouder maken, terwijl je eigenlijk nog jong bent. En wat ik zo leuk vind is dat je aan hem heel veel temperament voelt op het toneel. Maar wel gewoon al in een iets oudere fysiek in ieder geval. Dus dat. Is er een fase waar je tegenop ziet dan? Ik merk wel, op zich eigenlijk niet. Nee, ik vind het, volgens mij lijkt mijn hele leven
gewoon wel heel leuk. Gewoon alle jaren doorheen. Maar ik merk wel dat op een gegeven moment... Bill die heeft nu bijvoorbeeld heel erg last van... Die moet echt bewust met zijn stem bezig zijn om die gezond te houden. En ik kan eigenlijk gewoon schreeuwen en drinken en weet ik veel wat. En eigenlijk uiteindelijk op mijn stem is eigenlijk altijd wel weer prima. Dus, maar voor de rest, nee, ik kijk echt niet ergens tegenop. Ik heb wel zin in het leven. It was a very good year. Je had natuurlijk ook voor spelscènes in de coulissen, in de kleedkamer kunnen kiezen. Yeah. Maar het is eigenlijk helemaal doorgecomponeerd, Revival. Ja, klopt. Nou, ja, dat was ook wel... Nou had ik dat eigenlijk nooit... Ik wilde altijd echt een concert maken. Dus ik wilde geen musical maken of geen toneelstuk met liedjes. Nee, ik dacht, ik wil echt gewoon... Ook omdat het een parade is. En ik merk toch dat de parade gewoon... Ja, die willen eigenlijk gewoon, gewoon iets wat lekker verteerbaar is. Dus ik dacht, ja, ik wil iets met hoge energie, veel energie. Ja. Maar ik heb nu wel, nu ik dit ervaar, want het is heel leuk... Dat ik wel al denk, goh, hoe zou dat dan zijn in het theater? En zouden we dat dan... Want je kunt er natuurlijk alle kanten mee. Het was zo grappig. We speelden in Rotterdam vorige week... En toen stond Bill in de coulissen en zei hij, Marijn, zie het voor je. Revival de serie, revival de film, revival het toneel, musical. Je kunt er alle kanten mee op. En toen dacht ik, ja, dat is natuurlijk wel waar. I'll just stick it to the trip. I can't take my eyes off of you. You'd be like heaven to touch. I wanna hold you so much. And on this love to ride. I thank God that I'm alive. You're just too good to be true. We staan hier op de parade. Dat wil toch zeggen een beetje een ander soort amusement. Ja. Ik merkte al bij de boyband medley dat mensen dachten dat jullie aan het parodiëren geslagen waren. Nee, we nemen het allemaal echt bloedserieus. We gaan er echt serieus voor. Ik snap wel dat het heel moeilijk is voor het publiek om dat op te pakken. Ik had het trouwens, dat is wel toevallig, want ik had het net met Peter over. Dat ik eerst heel vaak... zat als mensen gingen lachen, dacht ik van nee, je moet jullie niet lachen, je moet jullie ontroerd zijn. Maar nu heb ik zoiets van ja, eigenlijk is het ook wel grappig en eigenlijk is het ook wel een soort van parodie. Dus nu ga ik gewoon, ik merk als ik met het publiek mee dan ga, weet je wel, dat het gewoon eigenlijk alleen maar leuk is. En het is, af en toe is het echt een parodie, maar er zitten ook nummers in waar we echt wel willen ontroeren, maar waar het ook wel lukt. Ja. Maar ik snap wel dat het moeilijk is voor het publiek om het op te pakken. I love you baby. Het is een hele leuke show. Ik moet zeggen, ik geniet elke keer weer. Ja. En ja, het zijn ook allemaal leuke talenten. Dus, en een fantastisch orkest dat er achter ons hebben staan. Dus ja, beter kan het niet. Je gaat een concert zien wat zoveel energie heeft, wat bijna een soort toverbal is of een vitaminepil. Dus ik merk ook dat mensen... Wat ik heel leuk vind, is dat mensen met hele goede zin naar buiten komen door de energie. Maar ook wel ontroerd omdat het, door die, nou, omdat het hele leven erin zit in zo'n concert. Dus ik ben heel blij met een soort dubbele laag.